De Leeuwarder stadswacht Carlos Hogendorp ambieert na zijn baan een muzikale carrière. Zijn nieuwste hit Do It zag u onlangs op GPTV en Carlos hoopt dat deze in ons land hoge ogen gaat gooien. Het succes begon voor de stadswacht echter niet in Nederland, maar in Brazilië. Daar heeft men Carlos inmiddels volledig in de armen gesloten. Carlos, ja, je bent een doodnormale nuchtere Leeuwarder, kan ik wel zeggen. Ja. Maar een grote ster in Brazilië. Ja. Gaan we straks over hebben. Hoe is dat allemaal begonnen? Want het begon allemaal bij Tros Vermist. Ja, dat klopt inderdaad. Het is begonnen in 2013. Toen ben ik samen met mijn broer gaan zoeken naar mijn roots eigenlijk. Van ja, waar kom ik vandaan? En ja, omdat ik zelf papa werd, is dat gevoel veel sterker geworden. Want je wil weten van ja, wat is je afkomst? Nou, dat hebben we toen met Tros Vermist gedaan. En ja, de zoektocht was eigenlijk wel gelukt. Alleen, omdat mijn moeder een 12 jaar gevangenisstraf uitzat, ja, is dat even iets anders gelopen, zeg maar, het einde. Ja, dus je hebt er nooit gesproken? Ja, dat inmiddels wel. Alleen op dat moment was er geen ruimte voor een hereniging. Ging niet door, inderdaad. Dus en ja, dat was voor ons een hele grote teleurstelling op dat moment. En ja, de Braziliaanse media heeft dat verhaal opgepikt. Ja. Wel opmerkelijk vind ik, want ja, een beetje cynisch ook. Want ja, jij bent natuurlijk stadswacht, wetshandhaver en dan blijkt je biologische moeder in de cel te zitten. Ja, inderdaad. Dat verhaal is ook heel erg uitvergroot in de media. Hè? Vooral in Brazilië, omdat ja, de moeder zit 12 jaar vast en, ja, en de zoon is eigenlijk handhaver geworden, hè, van de wet. En ja, dat was wel heel bijzonder inderdaad. Die vergevingsgezindheid is bij hun opgevallen en ja, zodoende heb ik de kans gekregen om toch naar Brazilië te gaan. Toen kwam je in een grote show terecht. Wat voor show is dat eigenlijk? Ja, dat heet de Balanço Geral Show en dat is een show best wel eigenlijk wel commercieel eigenlijk. Alleen, ze hebben contact met mij opgenomen. Ze hebben gezegd van nou, wanneer ben je van plan om naar Brazilië te gaan? Ik heb toen aangegeven van ja, ik heb een baan in Nederland, het gaat allemaal niet zo makkelijk. En ze hebben toen gezegd van nou, dat regelen wij voor je. Op je verjaardag, 10 oktober 2014, heb ik het toen gerealiseerd. In de wijken heb ik mijn moeder omarmd. Ze was inmiddels vrijgekomen. Ze wist niet dat ik kwam. Net als de hele familie wist het niet. Dus dat was echt een grote verrassing. En dat heeft heel Brazilië mee kunnen genieten eigenlijk, van het verhaal. Het is eerst een uur lang een documentaire geweest over wie ik ben. Dus dat was wel heel raar om te zien eigenlijk. Van ja, hè, inderdaad zijn ze met me mee geweest op het werk. Ze liet een stukje zien van hè, inderdaad mijn privé. En, ja. Hoe was die hereniging met je moeder eigenlijk? Ja, heel bijzonder, want eigenlijk vanaf het moment dat ik in het vliegtuig zat naar Brazilië, toen ging ik eigenlijk terug in de tijd. En zo voelde het ook. Ik voelde me echt een klein kind toen ik in die stoel zat ook. En ja, ik zat eigenlijk te kijken, ja. En ik miste ook wel mijn broer en zusje, want we zijn met z'n drieën geadopteerd. Op dat moment kon ik het niet delen met ze, dus ik heb het zoveel mogelijk proberen vast te leggen. Ja, het eerste gevoel wat ik had toen ik daar in de sloppenwijken kwam, was echt van, eigenlijk wel heel blij dat ik in Nederland ben opgegroeid. Ja. Dat was het eerste wat in me opkwam. Op dat moment accepteerde ik eigenlijk voor het eerst, hè, om eerlijk te zeggen, mijn adoptie. Ja. Je zei het al, toen in die grote show voor miljoenen publiek, mocht je even een deuntje gaan zingen. En dat werd eigenlijk heel groot. Ja, het werd eigenlijk best wel groot, omdat naar dat programma kijken heel veel jongeren ook. En op dat moment kreeg ik heel veel video's toegestuurd met dat ene deuntje Without You, dat stukje van de refrein, en dat bleef hangen, want ze kunnen niet zo goed Engels worden in Brazilië, dat vergis je in. Maar alleen van die meesting nummertjes wel, en ja, dat was het voor hun wel, en kreeg ik in één keer heel veel aandacht van ja, hij zingt ook nog eens. Ja. Jij wilt er dus blijkbaar meer mee doen. Waarom drijft dat jou zo? Ja, omdat ik gewoon gemerkt heb dat je als muzikant of als rolmodel gewoon heel veel kunt betekenen voor jongeren. En in Brazilië is dat ook zo. Ja, mensen willen graag bekend worden, niet omdat ze het zo leuk vinden. Nee, omdat je gewoon iets neer kunt zetten. En ik heb gewoon gemerkt dat wil ik gewoon voor mijn familie doen. En niet alleen voor mijn familie, maar ook voor mijn... volgens mij is mijn dochter ook opsteken. Ja, die loopt er ook gezellig rond. Wat doe jij nou? Ga je ook op tv? Ja. Maar ze gaat ook interview. Ja, weet je. Oh, kijk eens aan. Neemt ze de boel helemaal over? Nog even over die naam. Is dat ook je artiestennaam in Brazilië? Ja, daar heb ik heel lang over nagedacht. Alleen, ik heb toen de presentator gevraagd uiteindelijk. Van, ik was heel onzeker, want ik heette voorheen Viraldo. Alleen, juist door mijn verhaal is het een hele chique naam voor hun. Omdat het is Carlos met een Nederlandse achternaam. Dus ze spreken het uit als Carlos Hogendorp. Ja.
En het is heel chic, het is niemand die zo heet. En ja, toen heb ik besloten van ja, Brazilië en Nederland samen, dan moet ik toch Carlos Hogendorp heten. En vooral mezelf blijven. Vooral om het doel wat ik heb is ook met straatkinderen werken, om een rolmodel te kunnen zijn. En dan is het gewoon heel belangrijk om toch gewoon jezelf te zijn. En dat moet je ook gewoon kunnen. Jij wil dus als vele andere Brazilianen dus het doen voor je familie. Zorgen dat zij misschien een betere toekomst krijgen. Daar speel je een grote rol, want je bent zelfs al uitgenodigd door de minister, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Vorige week heb ik een bericht gekregen. En niet zomaar, dat ging echt via het journaal eigenlijk. En het was een bericht naar mij toe, waarin ze eigenlijk de vraag hebben van ja, hoe kan Carlos in de nabije toekomst een rolmodel zijn voor de kinderen? Want mijn verhaal is voor hun heel motiverend, omdat heel veel kinderen die zitten daar in een situatie, die kunnen ze niet uitkomen. Maar ja, ik ben ook geboren in een van die wijken en op mijn vierde pas naar Nederland gekomen. Dus als jij gewoon de kans krijgt, dan kan iedereen eigenlijk handhaven worden. Of misschien een zanger of politieagent of wat dan ook. En dat is eigenlijk wat ik heel duidelijk wil gaan maken. Van, het zijn niet mislukkelingen, nee. Ze hebben alleen de kans niet. En ja, als er dan iemand is die ze wel de kans kan geven. En er zijn gewoon heel veel mensen die het al doen hoor. Alleen ik wil er gewoon iets achterlaten, ik wil erin meedoen. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de opzet hoor. Dat ik het via de media nu ook ga doen. En omdat er gewoon heel weinig aandacht aan besteed wordt. Hè? Dat wil ik echt wel duidelijk maken, ja. En ik, naar mijn mening is het leven van iemand een boodschap naar de wereld toe. Dus iedereen betekent wat. En ja, dit is gewoon waar ik mijn groepen voor voel. Nou, ik kan maar één ding zeggen. Het enige wat ik kan in het Portugees is obrigado. Oh, wat fantastisch. Obrigado. Ja, dankjewel.